Hey hoi, mijn naam is Tessa Nijman en ik ben diëtist bij Diëtheek Deventer te Apeldoorn. Een paar weken geleden heb ik de aftrap gedaan van de videoreeks suppletie van vitamines en mineralen. In deze videoreeks gaan ik en andere diëtisten van Diëtheek inzoomen op het gebruik van supplementen. En ook waarom het belangrijk is in sommige doelgroepen om wel vitamines bij te gebruiken, maar ook wat de gevaren kunnen zijn van suppletiegebruik. Deze video gaat over een veganistisch voedingspatroon, ook wel vegan genoemd. Als je vegan eet, vermijd je dierlijke producten. Denk aan vlees, vis, kip, maar ook aan zuivel, zoals koe- of geitenmelk of bijvoorbeeld honing van de bij. Doordat je deze producten niet eet, krijg je ook verschillende voedingsstoffen niet of minder binnen en kan er dus een tekort ontstaan. Vitamine B12. Dit zit alleen in dierlijke producten. Denk aan vlees, vis en zuivel. Wel zit het toegevoegd aan zuivelvervangers of vleesvervangers. Hierbij een zuivelvervanger. Dit is de Alpro Mild & Creamy No Sugars. Dit is een favorietje van mij op dit moment. Belangrijk om te kijken achter op de verpakking. En dan zie je dus bij de voedingswaarde dat die extra vitamines, vitamine D, B12 en calcium zijn toegevoegd. Dus dit is een mooie vervanger. Maar dit is niet voldoende om de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid per dag binnen te krijgen. Daarom is het belangrijk om elke dag een vitamine B12 supplement te gebruiken van 2,8 microgram per dag. Vitamine D. Dit maak je voornamelijk aan door zonlicht. Het zit wel in voeding, maar in plantaardige producten is dit te weinig. Daarom is het van belang om dagelijks een vitamine D3 supplement te gebruiken van minimaal 10 microgram per dag. Ben je boven de 70 jaar, dan heb je dagelijks 20 microgram per dag nodig. Omega-3 vetzuren. Dit haal je normaal gesproken uit vis, maar tijdens het veganistisch voedingspatroon wordt er geen vis gegeten. Je kunt het wel halen uit plantaardige producten zoals chiazaad, walnoten, lijnzaadolie, maar dit is te weinig om voldoende binnen te krijgen. Slik daarom als je veganistisch eet dagelijks een omega-3 vetzuursupplement van 250 mg EPA en DHA vetzuren. Wel is het dan belangrijk om op te letten dat het een supplement is van algeolie in plaats van visolie, anders is het niet vegan. En wist je dat vissen niet van nature omega-3 vetzuren bevatten, maar de algen die ze eten? Dus het zit niet eigenlijk in vissen, maar in algen. IJzer. Een tekort aan ijzer is groter omdat je twee soorten ijzer hebt. Je hebt namelijk heemijzer en non-heemijzer. Heemijzer wordt beter opgenomen als non-heemijzer. Echter zit heemijzer alleen in dierlijke producten en dat eet je dus niet. Non-heemijzer zit in volkoren graanproducten, zoals bijvoorbeeld volkoren pasta, maar ook in zilvervliesrijst, noten, granen, pulvruchten. Denk bijvoorbeeld ook aan granen zoals havermout. Je hebt per dag als volwassen man 11 mg ijzer nodig en volwassen vrouw 16 mg. Lukt dit niet, dan is het verstandig om ijzer te suppleren. En wil jij nou veganistisch gaan eten of doe je er misschien al een tijdje, maar weet je niet of je het op de juiste manier doet? Maak dan gerust een afspraak met een van onze diëtisten. En wist je dat wij door het hele land verspreid zijn? Ik hoop dat ik je in ieder geval iets wijzer heb kunnen maken over dit onderwerp. Bedankt voor het kijken. En wil je nou op de hoogte blijven, abonneer dan op ons YouTube kanaal. En volg ons ook even op Facebook en Instagram. Hierop plaatsen wij leuke receptjes en weetjes. En dan zie ik jou vast in de volgende video. Doei!